Taylor Swift en Brandon Urie met Me. 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 Lekker hoor, Me. Echt een leuk nummer. Me. Kende je het niet? Nee. Oké. We gaan de Dilemma Plus doen. Ja. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Jij ziet het lijk al drijven. Ja hoor. Ja, ja. Wat jij hebt daar bij jou de roze emmer staan. Ja. Er zitten allemaal truth or dare-achtige vragen in. Of dilemma's. En jij mag daarin gaan grabbelen, Dominique. Wij allemaal trouwens. En dan moeten wij het gaan doen wat op het kaartje staat. Of we moeten de vraag beantwoorden. Oké. Okay, heb je er eentje? Even kijken. Ja? Dare. Oh. Oh. Bel naar jouw number neighbor. Dus jouw telefoonnummer. Maar dan het laatste cijfer eentje hoger of lager. Je number neighbor. Oké. Okay. Die mag ja. je bellen. Ja, dat, okay. ja dan moet je even, dat moet je nu doen. En dan moet je hem even op speaker zetten. En ja. dan bij de microfoon houden. Oké, okay, we gaan ervoor. Niet op de radio je nummer zeggen. Of wel, maar... Nou, liever niet. 06. Wat is je laatste nummer eigenlijk? Een 4. Een 4. En ga je dan voor eentje lager of hoger? Lager. Oké. Okay. Nou, dat is wel verstandig. Wat moet ik dan zeggen? Ja, dat weet ik niet. Dan wil jij even zinnen. Wel aan het bellen. Goed bij de microfoon houden. Bestaat wel het nummer, blijkbaar. Ja, dit vind ik een beetje te lang duren. Zou je eentje hoger doen? Hallo, met Dominique Rijman. Ik moest mijn telefoonnummer bellen volgens de radio. Want ik zit in een radioshow van RN7. En ik moest mijn telefoonnummer draaien, maar dan met een cijfer lager. En vandaar dat ik jou bel. Okay. Hoe gaat het met je? Ten eerste ken ik je niet, maar ik heb hier zo'n belangstelling voor. Bedankt. Oké, okay, tot ziens. Nou, god. En ze vond het niet leuk. Doe even nog eentje hoger. Ze vond het echt niet leuk. Ja, maar we moeten wel een lekkere inkomen hebben. Nee, weet je wel, doe het briefje terug en dan kan iemand anders hem eventueel ook nog een keer trekken ooit. Mikael, wil jij mee? Ja, ik vond het wel leuk dit eigenlijk. Ja, het was wel heel cringe. Zij vond het helemaal niet Je had leuk. Natuurlijk ook kunnen zeggen, oh, sorry, verkeerd verbonden. Dan was je ook klaar geweest. Nee, ik wil dan wel een gesprek voeren. Ja, ja, okay. Zoals het zei. Maar ze heeft nu wel jouw telefoonnummer. Ja, dat klopt. Was ook niet moeilijk, hè? Ze zijn buren. Ja. Oké, oh kut. Gaan we naar het draaiboek. Oké. Een truth. Wat is de meest gênante bijnaam die iemand je ooit gaf? Miguel. Miguelabel. Ik heb wat dat betreft heel veel gênante bijnamen inderdaad. Maar weet ik niet eigenlijk. Want ik heb niet extreem veel echte bijnamen. Maar ik word heel vaak gewoon fout genoemd. Dus Michael en zo. Maar sommige mensen die noemen mij Miggy. Miggy? Ja. En waarom? Dat vind ik wel heel erg kleinerend. Miggy. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet waarom mensen dat doen. Een beetje, ja, een beetje alsof een beetje je een raar hebt. Ja. Ik vind Miguel leuker. Kom maar, Miggy. Oh, lieve jongen. Ja, voor de rest bijnamen. Ik heb geen snoezepoes of zo, zeg maar, als bijnaam. Mijn bijnaam is LKS. Ja, dat weet ik. Okay. En dat is een lief klein schatje of zo. Snoepje. Oh, Snoepje. LKS. Ja. Klinkt ook wel een beetje als een ziekte eigenlijk. Ik vond het juist stoer klinken. Echt? Ja. Ik zie dat ook wel eens op Instagram ergens onderstaan. Van LKS of zo bij jou. Ja, voor de grap. Mijn vriend reageert altijd LKS. Oh, Rick, je hebt er ook eentje onder. Oh. Ik weet niet of ik hier blij mee moet zijn. Nee, dat weet ik ook niet. Heb je een dare of een... Ja. Wel. Mijn dare is... Eindig de rest van de uitzending elke zin met je weet toch. Weet toch. Ja, weet de rest van de uitzending is toch 5 kwartier. Dat vind ik een beetje lang eigenlijk. Dan geef je jou 10 minuten. Ik doe het tot het hele uur dan. Je weet toch? Dat is goed. Ik ga mijn best doen. Je weet toch? Dat is toch niet moeilijk? Je weet toch? Oh, ja. Wij doen mee. Oké. Ja, dan wordt het wel zometeen met de release radar. Je weet toch? Je weet toch? Wil je hem ook even aankondigen dan deze? En dan ook op die manier? Alicia Keys met, je weet toch, die underdog. Je weet toch? Ja!
Als ik zo doorga, ben ik die aan de dak. Je weet toch? Zeg Miguel, hoe heet die zangeres ook alweer van Turn Back Time? Ik denk niet meer. Wish I could turn back time. Ik weet de plaat, maar ik weet niet meer de zangeres. Oh, wat slecht. Ja. Share. Oh ja, share. Ja. En like. Share deze video even met je vrienden. En liken. Gewoon die duim hier omhoog klikken. En volgende week natuurlijk weer gewoon kijken en luisteren. Tot dan.